Hoi, ik ben Hein Otterspeer en dit is mijn tweede jaar bij schaatsteam Regenborg. Het gaat hartstikke lekker. We zijn lekker een mooie zomer op weg. Zoals het laatste kamp in Mallorca 2 weken geleden. Hebben we echt super hard gewerkt. Ik heb targets gehaald wat ik wilde halen. Ik sta hartstikke goed voor, ik ben fit. Dus ik kijk het nieuwe schaatsseizoen met een zonnige blik tegemoet. Sommigen noemen mij wel eens de kapitein van het team, zowel op of rond de ijsbaan. En zo vind ik het ook wel leuk om wat teamgenoten mee te nemen op de rustdag. Zeker op de laatste mooie zomerkamp van het jaar in Mallorca is een ideale gelegenheid om, om een bootje te huren en te genieten op het water. Ik hou erg van varen, dus dat komt dan mooi uit. Als ik thuis ben, dan ben ik ook wel eens op het water te vinden, hier op de Friese wateren met mijn gezin. We hebben ook een zoon van bijna 7 jaar oud en met hem is het ook wel heerlijk genieten op het water. Hij is ermee opgegroeid natuurlijk. En daarnaast vind ik het ook leuk om samen met hem te gaan vissen. Dat doen we regelmatig, ook wel eens met vrienden erbij. Dan gaan we mooie plekjes opzoeken hier in Friesland. En dan, dan vissen we eigenlijk op snoek of snoekbaars. Dat is wel heel erg leuk. En zeker als je hem zo ziet genieten, dan is dat wel heel erg mooi. Ik ben ook een liefhebber van autosport, met name Formule 1. Zo ben ik ook wel eens te vinden bij Ziggo Sport in de Formule 1 uitzending te presenteren over de Grand Prix die dat weekend verreden wordt. De sprinter in mij die houdt van snelheid natuurlijk, dus ik zou zeggen 1-1 is 2. Afgelopen seizoen was een prachtig seizoen voor mij. Dat startte heel goed met winst in de wereldbeker en natuurlijk plaatsing voor de Olympische Spelen. Voor aankomend seizoen wil ik zeker weer mikken op WK-medailles. Ik weet dat dat erin zit en ik heb er al een paar. En ik ga voor het hoogst haalbare. Dus daarvoor ben ik goed op weg. Ik heb er alle vertrouwen in. Dus ik heb er zin in.